We staan hier vandaag bij een van onze nieuwste initiatieven die wij 2 jaar geleden hebben aangevraagd bij In de Buurt 033. Het doel van het Voedselbos is dit samen met mensen op te zetten. Om mensen bij elkaar te brengen, mensen met elkaar te verbinden. Nou, dat idee is ontstaan omdat wij in onze visie en missie ook hebben staan dat een groene leefomgeving goed is voor de gezondheid en voor de leefbaarheid en het welzijn van mensen. In principe is een voedselbos zo ingericht dat alles wat er staat eetbaar is. Iedereen in de wijk die kan hier voor eigen gebruik noten, fruit en kruiden en bessen plukken. We zijn nu in het 2e jaar en natuurlijk heeft dat ook een toekomst. We weten heel goed waar we naartoe willen gaan. In het plan is ook opgenomen dat aan de andere kant van de oever bijvoorbeeld een vlinderbaan komt. En we willen ook kinderen laten kennismaken wat een voedselbos is. Daarvoor willen we ook naambordjes plaatsen, zodat ze kunnen lezen of met een QR-code kunnen achterhalen wat voor plant het is en of het eetbaar is. Dus het educatieve karakter, daar moeten we nog aan werken.